Hey, vet dat je weer kijkt. De zon is net op. En ik ben er lekker op uit in het bos. En ik heb meteen al bingo. Want helemaal verderop staat namelijk een grote groep edelherten. Allemaal mannetjes ook, met allemaal bastgeweien. Die zijn weer aan het aangroeien. Fantastisch om hiermee te starten. Even kijken of ik ze nog wat beter in beeld kan brengen. Echt kicken. Ah, wat een vet gezicht. Een groepje grote edelherten. Echt heel vet. Ze waren in een bastgewei ook alweer aan het aangroeien. Dus dat betekent eigenlijk, ze hebben dan hun gewei hebben ze afgeworpen afgelopen winter. En er gaat nu een nieuw gewei groeien. En er zit er nog zo'n fluwelen huid overheen. En je zag nu dat die geweien nog mooi in ontwikkeling waren. Het was een behoorlijke afstand, maar je kon toch aardig goed zien. En er liepen ook nog wat damhertjes tussen. Dus die zijn ook al binnen voor vandaag. En net op het moment dat ik dacht, van, nou, ik kijk of ik ietsjes dichterbij kan komen, want het was al een behoorlijke afstand, toen hadden ze ook zoiets van, nou, we gaan het bos weer in. Maar goed begin zo, helemaal blij. Ja, is gaaf. Op een gegeven moment komt alles tot leven. Hier over het pad stak net een grote roedel damherten over. Die gingen toen hier het bos in en daar heb ik ze nog even kunnen filmen. Tegelijkertijd zag ik hier op het veld zag ik allemaal bruine puntjes staan. Nog meer damhertjes, tegen de bosrand nog een paar. Kwamen er op een gegeven moment weer zo'n groepje kwam hier langs gered. Die zo voor een hooglander langs het bos in liep. Wat dat betreft is mooi. De zon is net op. Wordt genieten. Ja, dat is mooi. Zag ik hier net een paar dammetjes staan. Op een gegeven moment hoorde ik een hoop gekraak. Ik denk, wat is dat hier op de grond blijven staan? Er kwamen er uit de bosjes nog een paar dammetjes langs gescheurd. Ik zie je er een beetje vol door beeld rennen. Mooi. Maar die bleef nog even mooi staan om aan te kijken. Was ook wel heel leuk. Ik kon heel goed zien dat een van die dammetjes die begon ook een gewijtje te ontwikkelen. Dan zag je duidelijk twee van die knobbels op zijn kop zitten. En daar komt zo meteen het gewei gaat daar groeien. En de andere die had al twee puntjes op zijn kop zitten. Dus die was denk ik al een wat oudere jongen. Maar blijf weer leuk. Geweldige beesten. En nog een paar edelherthinders. Ik had net al dat er een hinde met een kalf van vorig jaar hier het pad over scheurde. Die was net te snel, maar toen zag ik op een gegeven moment zag ik er eentje oversteken, een hinde. Toen dacht ik snel de camera erop, want ze zijn meestal niet alleen. En ja hoor, volgden er nog een paar. Bonus. Ja, dat is mazzel. Hele groepje mannelijke edelherten, gewaaidragers. En ik had mazzel, want ze stonden echt heel recht tussen de bomen verstopt. Dus op een gegeven moment zag ik een bruine vlek, een wit kontje, dat ik dacht, hey, edelhert. Maar ja, probeer dan nog maar eens goed in beeld te krijgen. Maar uiteindelijk toen liepen ze ook door, staken ze het pad over. Ja, pure mazzel, geweldig. Ja, dat is wel weer mooi. Kom ik net achter dat ik een pad ingeslagen was en heel stuk door het bos gelopen heb om vervolgens uiteindelijk vanaf het punt waar ik het pad ingeslagen was 200 meter verderop bij een ander pad weer uit te komen. Maar ja, ondertussen wel nog een paar edelherten gezien dus dat was wel heel vet. Nu even een beetje verder zoeken, kijken of er nog wat te vinden valt. Misschien nog wat vogels. Het is ondertussen uurtjes sinds de zon op is, maar het is nog vroeg. Dus wie weet heb ik nog mazzel. Misschien nog een zwijntje. We gaan het zien.
dat was echt heel vet. Ik kwam hier zo aan bij dit stuk bos en ik hoorde de hele tijd al zwarte spechten roepen. En ook een paar keer roffelen. En ik liep hier al de hele tijd rond en ik zag ze de hele tijd rondvliegen. Maar ja, hè? Groot groen beukenbos. Succes met filmen. Dus ik heb hem een paar keer bijna in beeld gehad. Ging die er net vandoor en heel veel geluid op kunnen nemen. Echt heel cool. Echt een aantal keer mooi de roep van de zwarte specht. Maar toen kwam het. Toen liep ik op een gegeven moment een stukje door. En toen hoorde ik op een gegeven moment een roffel. En ik denk, die zit al heel dicht boven mijn hoofd. En ik kijk omhoog. En ik zie daar die zwarte specht zitten. Heel langzaam door mijn knieën gegaan. Camera erop. En toen gaf hij nog even een paar keer een ram op die boomstam. Oh, dit was echt heel vet. En sowieso, ik heb hier echt 4 zwarte spechten in dit stukje bos gezien. Dus wat dat betreft, dat was echt bizar. Zelfs heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. Super vet. Ja, dat is dan weer minder handig van mij. Ik ben een beetje gaan dwalen vanochtend. Ik ben nu ook van de Veluwezand naar de Loenermarkt verplaatst. En door dat dwalen heb ik wel een lekkere ochtend natuurlijk. Maar ik moet nu nog ruim een uur teruglopen en het begint ondertussen een beetje te regenen. Nou ja, we gaan gewoon vrolijk verder, toch? En nog een koekoek. Die was wel lastig, want ik hoorde hem op een gegeven moment de hele tijd wel. Maar ja, dan zijn die bomen helemaal dicht gegroeid. Het is toch een stuk moeilijker, was ook ver weg. Op een gegeven moment zag ik hem overvliegen en toen ging hij in een paar dennen zitten. En toen heb ik hem nog even kunnen filmen voordat hij weer een dennetje verder ging vliegen. Maar ook weer een mooie bonus. De hele ochtend al gehoord en nu eindelijk een film. Nou, ik was dus net van plan om terug te gaan en me niet verder af te laten leiden door wat voor geluidjes dan ook. Het is ongeveer 5 minuten goed gegaan, want toen hoorde ik zwarte spechten roepen in een bos. Dus ik dacht, nou oké, nog even kijken dan. En ja hoor, binnen de kortste keren 2 zwarte spechten gevonden. Die waren ook allebei op zoek naar voedsel, waren een beetje aan het rondvliegen en rondhoppen. En het was heel cool, eentje die ging er namelijk op de grond zitten. En dan zag je net zo zijn kruintje boven de bosbes uitkomen. Af en toe zag je even zo zijn kopje omhoog gaan en zijn snavel. En dan zat hij een beetje te hakken daar zo en zag je af en toe wat snippers schors rondvliegen. En op een gegeven moment kwam zelfs nog de tweede zwarte specht, die kwam door het beeld gevlogen waar die andere zwarte specht zat. Ja, dat is natuurlijk super vet. Dus helemaal happy mee. Nou, ik ga het bos weer uit. Het was een heerlijk ochtendje zo. Echt veel gezien. Edelherten, gewijdragende edelherten, damherten. Natuurlijk de zwarte spechten, dat was echt genieten. Koekoek gezien. Dus wat dat betreft een heerlijk ochtendje. Het was echt genieten vanochtend. Ik hoop natuurlijk ook dat jij meegenoten hebt. En dat je de volgende keer ook weer kijkt. En dan zie ik je dan weer. Tot de volgende keer. Doei doei!